Stel, je wilt financieel management gaan studeren aan de Hanze Hogeschool. Je ziet jezelf al opereren in de wereld van het snelle geld. Goochelen met cijfertjes, slim rekenen en controle houden over de uitgaven. Jij als financieel manager en spil van de organisatie. En als je het goed doet, dan wacht een vette bonus. Geld, daar draait het om in de economie. Of is er meer dan alleen geld en materieel genot? De bankcrisis en de economische crisis maakten duidelijk dat ons systeem en denken over geld niet klopt. Geld is niet een doel, maar een middel. Een middel om een duurzame economie op te bouwen. Duurzaam, een beetje een containerbegrip, maar wel de basis van het nieuwe denken over financieel management. Het Instituut Financieel Management van de Hanze Hogeschool leidt je op tot een duurzame financial. We laten je oefenen in duurzame efficiëntiebesparingen. Je leert nadenken over de maatschappelijke gevolgen van belastingtrucs. Je gaat begrijpen dat vertrouwen een belangrijke rol speelt bij accountantscontrole of de Belastingdienst. Deze kennis over duurzaam financieel management ontwikkelen we door onderzoek. Hierbij sluiten we aan bij een rijke geschiedenis over dit onderwerp. Wist je dat in de 4e eeuw voor Christus Plato zich al boog over de vraag of je als mens een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt of dat je alleen maar verantwoordelijk bent voor jezelf? Het onderzoek en de kennisontwikkeling vindt plaats binnen het lectoraat Duurzaam Financieel Management. Samen met het bedrijfsleven. Zo nemen we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid voor een waardevolle wereld.